Hallo kijker. Je zit weer bij Tussen Hemel en Aarde. Een programma over spiritualiteit en bewustzijnsverruiming, bewustzijnsontwikkeling. Ik ben Peter de Haring. Ik ben astroloog en hypnotherapeut. En vanuit mijn professie ben ik een beetje in de absurde belangstelling voor mensen die ook met iets spiritueels bezig zijn terechtgekomen. Ik vind het fascinerend om te zien dat iedereen probeert er een beetje greep op te krijgen. Waar leef ik voor? Waar doe ik het allemaal voor? En hoe zit het in elkaar? En vandaag heb ik als gast Jeroen Kummeling. Hij is een beroemde DJ. Hij is van het Ecstatic Dance. Hij is van het organiseren van symposia, van een fantastisch theaterfestival. En ik wil even weten van Jeroen. Hoe ben je er zo toe gekomen, meneer Kummeling? Ja, hoe kom je er zo bij? Weet je, het is een hele waslijst die je net hebt opgenoemd. Uiteindelijk, en dat zal straks misschien in het gesprek ook nog verder komen. Uiteindelijk is mijn doel om mensen bij elkaar te brengen. Niet dat ik nou een autoshow ga organiseren of zo. Daar heb ik mijn interesse niet in. Maar eigenlijk alles waar... Je had ook een supermarkt kunnen beginnen. Met een kletskassa bijvoorbeeld. Natuurlijk, ja. Ja,